U gaat kijken naar de SJV Bingo op ROS TV. We spelen het spel om een vol rijtje of een volle kaart. Uw rijtje is vol als u horizontaal 5 nummers goed heeft. Dat kan het bovenste rijtje zijn, dat kan het middelste rijtje zijn, dat kan het onderste rijtje zijn, maar dat kan ook willekeurig op 1 van de 6 kaarten van uw blad zijn. Een volle kaart heeft u als u alle 15 nummers van een kaart goed heeft. Dat betekent dat u op uw blad 1 kaart moet hebben met 3 volle horizontale rijtjes. Heeft u 1 rijtje goed, of misschien zelfs wel een volle kaart, dan moet u zo snel mogelijk naar ROS TV bellen. 1-85-30. Goedenavond, beste kijkers, en een hartelijk welkom bij deze eerste uitzending van SJV Bingo Rosmalen. Een Parijse bingo waarmee je prachtige schitterende prijzen kunt winnen. Onder andere magnetron, mountainbike, huishoudelijke artikelen, speelgoed voor de kinderen, want ook die vergeten we niet. En als hoofdprijs hebben we vanavond een prachtig tuinameublement. U hebt allemaal, als het goed is, bij verschillende verkoopadressen bingo-boekjes kunnen krijgen, gratis deze keer. Het bingo-boekje dat bestaat uit 10 blaadjes, 10 losse blaadjes aan elkaar. Elk verschillend van kleur. Op de handleiding die erbij is gegeven staat welke kleurenvolgorde we spelen. Houd die kleurenvolgorde goed aan, want is dat niet het geval, dan zit u op verkeerde kleur en wordt uw bingo niet goedgekeurd. Want onze bingo, elk boekje wordt ingegeven in de computer en de computer geeft aan op welk ticketnummer de bingo is gevallen. Dat ticketnummer is van belang, want dat nummer moet u melden zodra u bingo heeft. En dat ticketnummer vindt u rechtsonder het winnende ticket waarvan er 6 verschillende op uw blad staan. We beginnen op het gele blad, zoals u weet gewoon het eerste blaadje. Het kan voorkomen dat er een dubbele bingo valt, dat er 2 mensen of meer prijs hebben. Dat is mogelijk ook met dit computersysteem. Dat betekent dus dat we gaan loten wie de prijs wint en wie er in de troostprijzen vallen. Mocht het nou zijn dat er een dubbele bingo is gevallen, dan wordt er aan u een nummer toegekend. Dat betekent dus, als u bingo heeft en u belt naar de studio 18530 en het ticketnummer klopt met wat de computer heeft aangegeven, krijgt u een nummer toegewezen. Bent u de eerste die belt, krijgt u automatisch nummer 1. Bent u de tweede die belt, krijgt u automatisch nummer 2, etc. Dan gaan we verder met CQ de volle kaart of de volgende ronde. De eerste nummers, nummer 1, nummer 2, nummer 3, etc., die daarbij afgeroepen gaan worden en iedereen gewoon aanstreept op zijn bingo-kaart, die nummers zijn van belang, vooral voor die mensen die dan in die dubbele bingo's zijn gevallen. Want van die nummers, daarvan het hoogste nummer, wint de prijs en de anderen vallen dan automatisch in de troostprijzen. Zo werkt dat met dubbele bingo's, er wordt gewoon om geloot. Als het goed is, moet aan de achterzijde van uw bingo-boekje, het roze en laatste blad aan de achterzijde, een datumstempel staan en een bingo-stempel. Is dat niet het geval, dan heeft u een boekje wat niet door SJV is verstrekt en doet dat boekje niet mee met onze bingo. Dat betekent dus 2 stempels aanwezig zijn. Als u bingo heeft, uw bingo is gemeld, dan komt er in de loop van de volgende week een controleur nogmaals bij u aan huis, na met u een telefonische afspraak gemaakt te hebben. Deze jongen controleert nogmaals uw bingo-kaart, het ticketnummer en de 2 datumstempels en de bingo-stempel die er achterop moeten en behoren te staan. Is dat niet het geval, ook dan wordt uw bingo-kaart niet goedgekeurd en wordt de prijs niet overhandigd. Het is daarom ook van belang dat uw bingo-boekje heel blijft. Dus niet gaan scheuren, knippen, etc. Heel laten dat boekje is alleen maar bevorderlijk bij de controle. Zoals ik dus al zei, volgende week, in de loop van de volgende week, worden de prijzen netjes en correct bij u thuis bezorgd na een afspraak met u gemaakt te hebben. Het telefoonnummer 18530 is vanavond alleen toegankelijk voor mensen die bingo hebben. Gaat u niet bellen af voor vragen of opmerkingen of andere problemen die zijn ontstaan tijdens de bingo. Daarvoor kunt u na de uitzending tot 11:30 bellen naar hetzelfde nummer 18530 en dan zal ik persoonlijk uw vragen beantwoorden en wat de problemen zijn zo goed als ik kan op te lossen. De eerste prijs, het gele blad, 1 rijtje vol, daar gaan we voor spelen. U krijgt daarvoor een prachtige heren- en een dameshorloge. 2 schitterende polshorloges, een beetje de Romeinse stijl, mag u nemen.
We spelen het kindspel 1 tot en met 90. Dus alle ballen zijn aanwezig. U ziet het op de ballenbak. 1 tot en met 90. Doet ze maar in het spel, dan kunnen we gaan beginnen. Daar gaan de ballen. En tevens schudden ermee, want het ziet het wel, het gaat eerlijk. Elke bal wordt willekeurig getrokken. Ook wij weten niet welke naar boven komt. Eén rijtje vol. Iedereen veel succes toegewenst. En hopelijk dat u prijs heeft. Het eerste nummer is nummer 3. Vijftien. Vier. Drieëndertig. Zevenentwintig. Drieënvijftig. 57. 6. 21. 40. 66. Er is bingo op nummer 66. Gefeliciteerd. U mag gaan bellen. 18530. Zeggen dat ik iets tekort kom, geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden koopt. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden koopt. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom, geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag kocht ik mijn 30 videorecorder, van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad. En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan, gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad. Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een zingende middel, de geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vers kopje thee. Ja, gefeliciteerd voor die twee prachtige horloges. Dat was al een zeer snelle bingo na 12
nummers om precies te zijn. Betekent dat we verder gaan met de volle kaart. Alle 15 nummers van één ticket behoort u nu vol te hebben. En voor die volle kaart krijgt u een schitterende vijfdelige reiskofferset voor de vakantieliefhebbers. Als we die prijs nog even in beeld kunnen krijgen, jazeker. Vijf stuks van groot naar klein op wieltjes met trekriemen, compleet met toebehoren erop en eraan. Vijfdelige reiskofferset. Ja, er is een dubbele bingo gevallen op deze schitterende hoofdprijs, het tuinameublement. De twee bellers zijn binnen. De twee bellers hebben alle twee een nummer gekregen. Iemand heeft nummer 1 gekregen en een andere persoon nummer 2. Die nummers zijn van belang, want we gaan nu, omdat het afgelopen is, twee nummers trekken uit de ballenbak. Het hoogste van die twee nummers is de winnaar. Zo werkt het systeem. En de troostprijs is zeker aanzienlijk waard die daarbij weggegeven wordt bij de hoofdronde. Dus we gaan twee nummers trekken. Eentje voor de bellen nummer 1 en één nummer voor bellen nummer 2. Daarvan het hoogste nummer wint de hoofdprijs. Dus dat zullen we maar gelijk even doen. Laat de eerste bal maar komen. We gaan schudden met de ballen. Daar is het eerste nummer voor de eerste beller. En dat is heel hoog. 89. Ik ben benieuwd. Het volgende nummer 90 is helaas 78 is het tweede nummer. Dat betekent dat het eerste nummer, de eerste beller, het tuinameublement heeft gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. Beste kijkers, dit was het dan van vanavond. Dit was onze eerste SJV bingo hier in Rosmalen. Elke zaterdag doen we dit aanvang 8 uur op Teleros Kaalderkrant op kanaal 8 van de zender. Tot ongeveer 10:30. 11 uur is het afgelopen. Dat ligt aan de tijd die we daarvoor nodig hebben. De bingoboeken van vanavond zijn volgende week niet meer geldig. Die kunt u vernietigen, deponeren. De mensen die prijs hebben vanavond, het bingoboekje zorgvuldig bewaren. Dat volgende week de controleur het allemaal kan controleren. Zodat de prijs netjes bij u thuis bezorgd wordt. Volgende bingo is dus volgende week zaterdag 31 juli. De bingoboeken liggen vanaf dinsdagmorgen op de verkoopadressen. Daar zijn ze verkrijgbaar. De verkoopadressen zijn zichtbaar op affiches die we overal in Rosmalen hebben verspreid. En dagelijks op de kabelkrant te vinden waar de verkoopadressen zijn. Kaarten A15 gulden. Denkt u mee voor de volgende bingo. Dan de hoofdprijs voor de volgende week. Zoals beloofd geven we volgende week als hoofdprijs een reis. Een reis voor twee personen naar Griekenland. En weliswaar voor 8 dagen lang. Geheel verzorgd de reis plus appartement. Twee personen, Griekenland, 8 dagen lang. Volgende week hier in Rosmalen bij de SJV Bingo. En verder de andere prijzen, de levensmiddelenpakketten, de vleespakketten zitten er weer in. En wederom prachtige grote prijzen, huishoudelijke artikelen, etc. Dit was het van vanavond. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Voor straks nog een hele prettige avond en een heel prettig weekend toegewenst. En tot volgende week. Tot ziens. Goedenavond, beste kijkers van Ros TV. Momenteel is het een beetje rustig in de studio. Iedereen is een beetje stil van, want helaas vanavond hebben we onze allerlaatste uitzending. Met pijn in ons hart zullen we afscheid gaan nemen. Maar oké, we gaan er nog voor één keer tegenaan. We hebben vanavond voor u van Rondje Rosmalen als volgt. We gaan aan iemand de aandacht schenken die een aantal weken geleden is overleden.
Wij laten u kennis maken met de stichting SOGOR. We zijn voor u naar het Autotron gegaan. We zijn uiteraard bij het tennissen gaan kijken. Het kwekkeltje heeft dan uiteindelijk de prijs gekregen die ze verdiend hebben. En ons allerlaatste wiel wordt uitgereikt aan een bijzonder iemand in Rosmalen. Maar natuurlijk starten wij nu met de bingo. We gaan over naar Kartika. En zij gaat de nummers bekendmaken. Nu hou de kaarten bij de hand en veel succes! U gaat kijken naar de bingo op Ros TV. We spelen het spel om een vol rijtje of een volle kaart. Uw rijtje is vol als u horizontaal 5 nummers goed heeft. Dat kan het bovenste rijtje, het middelste rijtje of het onderste rijtje zijn. Maar dat kan ook op willekeur 1 van de 6 kaarten van uw blad zijn. Een volle kaart heeft u als u alle 15 nummers van die kaart goed heeft. Dat betekent dat u op uw blad 1 kaart moet hebben met 3 volle horizontale rijtjes. Heeft u 1 rijtje goed of misschien zelfs een volle kaart, dan moet u zo snel mogelijk naar Ros TV bellen. Ons telefoonnummer is 18530. Ons telefoonnummer is 18530. Welkom allemaal bij de SJV Bingo van 6 juli 1996. En zoals Astrid net al heeft verteld, is het de laatste bingo. Maar we gaan nu nog niet treuren, we gaan gewoon lekker starten met een nieuwe bingoavond. Indien u de bingo op video opneemt en u heeft prijs, dan kunt u naar de studio bellen tot dinsdagmiddag 4 uur op telefoonnummer 52 17766. En we gaan gewoon lekker beginnen met de eerste prijs voor 1 rijtje vol. En dat zijn 5 nummers horizontaal, allemaal aangekruist. En hiervoor kunt u winnen een lekker zomers cadeau, namelijk een 7-delig drinkservies met een 7-delig bolstijl. Lekker voor 's avonds, maar ook natuurlijk voor overdag op het terras neer te zetten. Goed, en we gaan van start met het eerste nummer en dat is nummer 40. Tweeënveertig, zevenendertig, zevenentwintig, achtentwintig, drieënvijftig. 48, 73, 77, 89, 63. 63 is goed voor bingo. Een hele snelle bingo, deze eerste bingo. En 63 zorgt ervoor dat het 7-delig drinkservies met 7-delig bolstel eruit gaat. Heeft u hem gewonnen, vermeld dan even uw ticketnummer rechtsonder aan onze telefoniste van vanavond. En zij zit voor u klaar op nummer 52 185 30. Thank you.
ons betreft valt nu het doek voor Rondje Rosmalen en de SJV Bingo. Ik wil iedereen van Ros Radio voor het geluid, Ros Kabelkrant voor het beeld en mensen van Ros TV en natuurlijk van de SJV Bingo hartelijk danken. Wij hebben een jaar lang reportages gemaakt. Zoals u al in de kranten heeft kunnen lezen, hebben wij deze maand de Ros Juli TV maand. Elke maandagavond hebben we een uitzending van 9:30 tot 9:30. En wij zenden dan nog één keer al onze reportages uit. Dus aanstaande maandag is het dan al de tweede keer dat dat gebeurt. Hopelijk kijkt u even met ons mee. Voor de rest wil ik u als kijker eigenlijk het meeste bedanken. U heeft allemaal massaal gekeken. Ik wens u een prettige vakantie. En hopelijk tot ziens.